Het Erasmus MC krijgt 850 nieuwe bedden. Deze bedden worden ook wel slimme bedden genoemd, omdat er allerlei snufjes in zitten die de patiënt en de zorgverlener makkelijker maken. Carla, jij bent adviseur in het Erasmus MC en weet alles over deze bedden. Wat maakt dit bed nou zo speciaal? Speciaal aan dit bed is dat de patiënt bijvoorbeeld zelf uit bed kan stappen met een uitstapfunctie, waarbij het bed naar beneden gaat en hij veilig uit kan stappen. Oh, dan kan ik dat even proberen? Ik ben wel heel erg benieuwd. Dus, ik lig en dan? Dan zie je daar aan de linkerkant het knopje om uit te stappen. Dat is het onderste knopje. Deze. Met de rugleuning omhoog. Ja. En daar kan ik op klikken? Daar kan je gewoon op klikken. En daarna gaat het bed naar beneden in de laagste stand. De andere functies hebben te maken met het digitale display die hier zit. Daarbij kun je de patiënten wegen. En hoe gebeurde dit eigenlijk vroeger zonder zo'n bed? Ja, dan moesten de patiënten allemaal uit bed, moesten op de weegstoel. We hadden in de nieuwbouw wel nu de tillift aan het plafond met een weegmodule ertussen. Dus dat was al een vooruitgang. Maar dit is heel erg fijn, omdat de patiënt niet uit bed hoeft. Als je verward zou zijn en je wil je bed uit en je bent toch niet zo stabiel om het goed te kunnen lopen, hebben we een alarmering. Oh, oké. Okay. Ja. Dus dan geeft hij meteen een signaal. En als ik het nou gewoon doe? Dan blijft hij piepen. Hij blijft piepen. Het is ook zo'n lekker matras. Lekker zacht. Ja, dat is ook nog speciaal. Het is een speciaal matras waar al een antidecubitusfunctie in zit. En het fijne ervan is, als patiënten meer risico op decubitus hebben, moesten we vroeger de patiënt overplaatsen op een ander matras. Nu hoeft dat niet. Nu zit aan de andere achterkant van het matras zit een kabel. Je sluit het aan op de pomp, waardoor het matras gaat bewegen. En je hebt een betere antidecubitus doorlichtfunctie, antidoorlichtfunctie. Dus dat is ook heel fijn. Ik hoor het. Ja. Nou, dankjewel Carla. Okay. Een week lang rijden vrachtwagens op en neer om alle bedden te leveren.